Misschien dat het nummer van Davy Busman wel net zo'n grote hit gaat worden. Ook al wordt het later. Dat zou je natuurlijk wel heel erg leuk vinden, Davy uit Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat zou helemaal top zijn. Ja, dat is jouw droom, hè? Een grote hit scoren. Nou ja, als het hele kleine hitjes zijn en als ik daar heel veel van heb, is dat ook goed. Ja, dat is waar, ja. Hey, vertel eens wat over jezelf en over je achtergrond. Ik bedoel, jij bent er eens met jouw single, ook al wordt het later. Arnoud zei net al dat je heel veel andere dingen ook al hebt gedaan. Maar stel jezelf even voor en vertel even wat jouw achtergrond is. Nou ja, ik ben Davy, ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Almere, ook uit Flevoland. En ik ben sinds kort afgestudeerd aan de opleiding artiest-acteur aan het ROC in Almere Poort. Even kijken, ik zing al sinds een jaar of 6. Mm-hmm. Ja. En hoe kom je hoe kom je eigenlijk op die school terecht voor zanger-acteur? Ik wist niet dat die bestond, maar ik denk dat heel veel mensen nu in één keer opveren en denken van, oh, als er een opleiding voor is, dan wil ik het misschien ook wel doen. Hoe kom je daarbij? Nou ja, er zijn heel veel opleidingen voor. Alleen moet ik die mensen dan toch wel direct teleurstellen, want hij bestaat niet meer in Almere Poort. Nee. Oh, dat is jammer, hè? Maar er was te weinig animo voor en dus hebben ze hem eruit gegooid. Maar nog wel op andere plekken in Nederland, hè? Kun je hem nog wel volgen, toch? Ja. MBO-opleiding is dat. Maar, maar hoe kom je daar terecht? Ja, aanmelden. Research doen. Ja. Ja, maar voor veel dingen moet je auditie doen. Dat had je ook gedaan voor Jeans. Ja. Jeans Teens was dat dan ook. Ja. Moest je dat voor deze school dan ook doen? Ja, ik bedoel, je kan wel zanger willen worden, maar als je niet kan zingen, ja, dan heeft het weinig nut. Ja, ik heb wel auditie moeten doen. Even kijken. Gewoon één auditieronde met in drie vakgebieden. Zang, dans en spel. Omdat het natuurlijk wel echt een acteursopleiding is. En alle drie gewoon goed doorgekomen. Dus, nu ben je dan klaar met die opleiding. Gefeliciteerd. Nu is het pas je eerste single uit. Ja, klopt. We hebben wel echt gezorgd dat ik wel al een beetje ervaring had met optreden. Kroegen. Kleine feestjes, allemaal dat soort dingen. Wel gezorgd dat er echt een beetje ervaring stond. Ja. Wat dat betreft heb je weinig ervaring op kunnen doen het afgelopen jaar. Ja, precies. Ja. Maar je hebt wel de stage, stage gelopen bij Michael van Hoornen. Heb je daar ook Fien en Teun moeten spelen? Ja, ik heb... even kijken. Ik heb op de... Voordat ze, de avonturenboerderij hadden, deden ze ook nog bij de Julianentoren. En daar heb ik wel twee of drie keer in het pak van die muis gezeten. Ik heb zelf nooit Fien of Teun gespeeld. Ja. Heb ze wel begeleid. Maar ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat je ervaring opdoet ook. En dat leer je natuurlijk wel in zo'n bedrijf. Op die grote bedrijven zoals de Julianentoren. Ja. En bij de entertainment producties van Michael van Hoornen. Ik las ook nog Jeans. Maar dan Jeans Teens. Ja, dat klopt. Dat was een hele leuke periode. En dat was de show in het theater? Ja. Een seizoen door Noord-Holland. Ja. Maar goed, jij dacht van ik wil niet meer in zo'n ensemble staan. Ik wil niet meer meerdere mensen op het podium staan. Ik ga het zelf proberen. Ik heb nog wel auditie gedaan voor de volwassen Jeans. En daar ben ik helaas gewoon niet doorgekomen. Ook omdat het een groot deel Engels is. Mm-hmm. En ik voel me gewoon toch echt het lekkerst bij Nederlands. Ja. En dat hoorde hen ook. Dus toen zeiden, je kan heel goed zingen, maar dit is niks voor jou. Jij moet gewoon lekker je eigen ding gaan doen in het Nederlands. Ja. Maar hoe kun je daar dan in onderscheiden? Want er zijn al zoveel Nederlandstalige zangers. Kijk maar naar Sterrenparade, naar dat soort zenders. Radio NL, TV Oranje. Nou, wat je daar soms voorbij ziet komen, dat kun je bijna niet meer serieus nemen. toch? Nee, van die clips. Ik sta op een brug en ik zing heel slecht. Maar goed, dan moet je je toch wel een beetje zien onderscheiden. Want er zijn al heel veel groten. Hoe wil je die dan... Ja, hoe wil je dat succes kunnen benaderen? Waar begin je dan? Nou ja, als je
Johan Cruijff, die, of tenminste, zei Johan Cruijff dat, dat weet ik niet. Iemand die heb ooit gezegd, nooit geschoten is altijd mis. Ja, dat is, van, is, dat, niet, is dat van Johan dus, Cruijff? Volgens mij niet, hoor. Nou, nee, volgens mij niet, Johan Cruijff zei altijd, zolang wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Logisch. Ja, dat ook. Ja. Dat is, maar in ieder geval, maar het gaat wel op, het gaat erom, ja, weet je, het gaat erom, als je niet schiet, is het ook niet raak. Dus, dat is waar. Hetzelfde met dit. Je moet het gewoon proberen, dat is wat je wil zeggen eigenlijk. Precies. Ja. Zullen we eens even... En waar je ook, eindigt, daar eindig je. Je hebt ook een clip gemaakt van het liedje Ook Al Wordt Laat. Wie is dat meisje trouwens in die hotelkamer? Dat is Ilse van Veenendaal, oud-finalist van, dan moet ik het goed zeggen, van de tiener Miss Flevoland verkiezing. Oh, niet de minste dus. Nee, zeker. Nee. En nou ja, goed, laten we gewoon eens even gaan kijken en luisteren naar Davy Busman. Ook al wordt het later op YouTube trouwens te vinden onder alleen Davy. En ook al wordt het later, dat moet ik wel voorbij zeggen. Komt-ie aan. Ik moet wel even goed zeggen, het is artiestennaam dus Davy. Niet Davy Busman, moest ik nog eventjes zeggen. Nou, bij deze rechtgezet dan, Davy. Ja, als je dit zo ziet en hoort, wat denk je er dan van? Ja, ik moet zeggen, het blijft een mooi nummer van mezelf dan om te horen. Ja. Wat anderen ervan vinden, nee, dat moeten ze zelf maar wat weten. Zijn de, maar persoonlijk vind ik het wel een mooi nummer. Hoe zijn de reacties? De reacties zijn over het algemeen positief. Kijk, wat je niet hoort, over het algemeen ook. Weet je niet. Ja, nee, wat, ja. Je niet weet, wat je niet hoort, weet je niet. Nee, dat is waar. Maar je hebt natuurlijk een team om je heen. Je hebt een platencontract getekend. Wat zijn de plannen verder met jou? Hoor? Want ik bedoel, jij klopt natuurlijk geregeld op de deur. Knock, knock. En dan doen ze open. Ja, ja, nou ja, bij Knock Knock Events heb ik inderdaad een platencontract getekend. Ook die zijn ook direct mijn management. Rob Bakkum is dan mijn manager. Ja. En... ja, wat zit er allemaal aan te komen? Er zitten in ieder geval leuke evenementen aan te komen. Ja. En de eerste, het zal ik vast wel mogen zeggen, is op 24 juli uit mijn hoofd. Ja. In Amsterdam. Ja. Wacht even, wacht even. Dit wordt, ik voel hier een primeurtje aankomen. We hebben een, zeg het maar. 24 juli in Amsterdam. Ja, in de Osterstal bij Heerlijk Hollands Live. Kijk. Waar is dat? De Osterstal? De Osterstal. Live. In Osdorp. Ah, in Amsterdam. Ja, en samen met onder andere John de Bever, Nevers Heesbeen, Daisy Talens. Dat is een beetje, dat is een beetje, beetje het voorloper van het Jordaan Festival, hè? Je moet eerst dit hebben gedaan en daarna kan je eventueel door naar de wat grotere festivals. Nou ja, moet ik zeggen dat deze wel vrij groot is, want op nog een primeur. Oh, nog een primeur. Wacht even. Even. Ja, mag even, hoor. Ik kom nog een keertje, maar daar komt hij. Ja. Op 14 augustus in Sneek ook. Dat is een agenda, gaat hij doorgeven. Nee. Mensen moeten me terug kunnen vinden. Ja, dat is waar, ja. 14 augustus. In Sneek, ook Heerlijk Hollands Live met onder andere Tino Martin. Tino, kijk. Oh. In snits. In duet? Ja. Ja, in duet. I wish. Oh. Jij zou dat graag willen, is dat een droom van je? Ja, dat doet hij wel, joh. Ja, Tino is wel een voorbeeld voor me, ja. Ja, hij is een goede zanger. Ja. Absoluut. Hey, en ik geloof in mei. Was dat ook iets voor jou geweest? Dat kijk je natuurlijk ook, die serie. Dat kan niet anders, met René LeBlanc. Nee. Kijk je dat niet? Voor mij. Nee? Waarom niet? Ja, ik kijk het wel, maar het is niets voor mij. Nee, waarom niet? Dat is toch alleen maar goed voor je carrière als je dan gevolgd wordt. Kijk wat het met René heeft gedaan. Ja. Nou ja. Ja, met René. Maar... Nou, met Rutger ook ja, wel. Je krijgt hem wel... Ja, zeker met Rutger. Maar nee, het is niets voor mij. Want sommige mensen worden daar niet heel goed neergezet. Oh, zo ja. Ja, dat doen ze ook zelf een beetje. Ja, ik bedoel, dat zie ik jou niet zo 1, 2, 3 doen. Nee. Zoals zo'n Mickey McKee of een Wally McKee. Zo ben jij absoluut niet. Nee, dat zeker niet. Je begrijpt dat wij zijn vaste kijkers. Hè? Ja, ik kijk het maar ik vind het leuk. Je moet wel een manier zien te vinden samen met Knock Knock Music om jou zeg maar, te genereren als artiest die aan de weg timmert. Ik bedoel, waar kunnen ze jou zien, behalve op die twee festivals dan ook?
Nou ja, waar je me sowieso kan vinden is op Facebook en op Instagram. Ja. Instagram onder Davy Officieel en Facebook Davy Music. En music is dan met een Q. Om eens even wat anders te doen. En je kan me sowieso vinden via de website van Knock Knock Events. Daar is een heel mooi balkje. Daar staat mijn naam in. En daar staat een boekingsformulier bij. Ja. En ik ben te vinden op Spotify. Oké, okay. Maar wat Marco net al bedoelde, die single is nu uit. Ook al wordt het later, dus je allereerste single. Ja. Zit er een plan achter? Ik bedoel, de zomer komt eraan. We gaan een zomersingle gaan we maken. Kerst, dat wordt ook bijna alweer bedacht. Zit dat er allemaal in? Dit nummer is echt uitgebracht om mezelf aan de mensen te presenteren. Van joh, hier ben ik. Ja. Klop, dit ben ik. En En er zit inderdaad een tweede single aan te komen. Er zijn plannen voor... Is dat nou... Wacht even. Want jij gaat weer, want je hebt al twee data staan. Je hebt weer een primeur, begrijp ik. Er komt weer een single aan. Een tweede single. We zijn plannen aan het maken. Ja. En ook bij Knock Knock. We weten nog niet. Ook bij Knock Knock. Knock Knock Music. En we weten nog niet. Wordt dit nou een ding, jongens? Nee. Ja, jij komt elke keer met de primeurs. Eerst met in juli, dan sta je in de Ossenhal. Hoe heet dat in die Ossenschuur? Wat is het? Ik had het niet goed opgeschreven. Ossenstal. In Sneek. Sta je ook nog bij het festival. Ja. En er komt nog een nieuwe single uit. Ongelooflijk. En dat allemaal in juli, augustus en september. Is er nog iets dat we moeten weten van jou? Blijven volgen. Goed, okay. Gaan we dat doen. Davy, dankjewel jongen dat je even tijd wilde maken. En ik gun je alle goeds. Ja, geen probleem. Volgens mij kom je er wel. Ik doe mijn best. Goed zo. En meer kun je ook niet doen, hè? Nou, eigenlijk moet je altijd net even iets meer doen dan je best. Dan komt het zeker goed. Dan is het aan jou niet gelegen in ieder geval. Oké. Goed, dankjewel hè. Dankjewel Davy.